Yo, what up gasten? Daar ben ik weer op jouw beeldscherm met een hele korte video. Hier onderaan de beeld zie je namelijk een blauw balkje. En die leidt naar mijn documentaire die ik gisternacht heb geüpload. Het is namelijk zo dat niet iedereen die documentaire heeft ontvangen in zijn of haar abonnementenmodule. Wat een kutwoord. Ik heb heel lang gewerkt op die documentaire en ik zou het jammer vinden als niet iedereen hem kan zien. Moet je opletten, hè? Is dat niet vet? Is dat natuurlijk niet vet? Ja, ik ga filmen. In ieder geval gasten, klik lekker naar de documentaire voor het geval je het niet hebt gezien. En dan ga ik een vraag behandelen die heel vaak gesteld wordt. Want waar komen kinderen nou vandaan? Volgens mij is God aan mijn deur, die weet het antwoord. Ja, mooi. Je pakt de hagelslag, die duw je in de doos. Daarna begraaf je de doos met de hagelslag erin. Dan wacht je tot de eerste aankomende woensdag. Als je daarna weer gaat graven, dan zie je een dvd-hoesje liggen. Die pak je op en gooi je tegen een boom. Dan zie je dat de dvd verandert in een spons. De spons neem je mee naar huis. Daar ga je hem wassen en daarna nog een keer aaien. Dit doe je 4 keer. En als je dat gedaan hebt, hang je hem op. Dan geeft de spons je boter. De boter spuit je over een boek. Het boek doe je in een shirt. Dat laat je even sudderen voor 5 minuten. Als je daarna het shirt openmaakt, is het een lampje. Het lampje zet je in de sneeuw en geef je melk met een beschuitje. En dan als laatste schop je alles weg. Dan zoek je papier en steek je in de fik. Want kinderen komen uit de hel. Bye.